Ik heb een afspraak met meneer Van Dijk. De nieuwe beleving is één van de 5 retail trends. Nou, ik was dus echt overdonderd door wat ik hier net zag. En ik heb zo'n interview met de eigenaar, Hans Van Dijk. Hij neemt mij mee op de nieuwe beleving van de wonderschone wereld van Van Dijk, Waalwijk. Welkom in Waalwijk. Dankjewel, leuk dat u ontmoet. Welkom. Dit is in wezen, dit noemen wij afdeling studio. Yeah. En het is een beetje 60s-achtig vormgegeven. Yeah. Weet je, met mooi die oude jaren 60-achtige vitrines. Want ik had het eerst allemaal helemaal. Yeah. Een beetje jaren 30 antiek. En dat moet je niet doen in een winkel, want dan wordt die winkel helemaal hetzelfde. Je ziet ook een beetje aan de vormtaal. Dit is een beetje anders dan waar we nu naartoe gaan. Maar ik wilde hier een ander statement maken. Dit was een binnentuintje waar we eigenlijk niet zoveel mee deden. En dit hebben we omgetoverd tot onze schoenenparadijs. Kijk, en dan loop je zo door naar de andere winkel waar oorspronkelijk de grote UK winkel was. Die naam UK is zo ongelooflijk sterk. En 3-4 jaar geleden was het natuurlijk helemaal heel erg sterk. Ja. Dat we begonnen zijn om daar een omgeving voor te maken waar dat ook heel erg goed eruit komt. Ja. Dat het ook zo is ja. dat mensen uit de verre omtrek, uit heel Brabant, naar Waalwijk komen om schoenen te halen. Dan moet je ook durven kiezen. Ik heb eigenlijk weinig brandstores in de winkel. Ja. Maar dit is wel belangrijk, want dit is voor ons een heel erg succesvol label. Ja. En ook dit behoeft een eigen omgeving om succesvol te laten zijn. Dus je moet er geen lappendeken van maken van verschillende signalen. Dus wat je dan wel eens in praktijk ziet, dan heb je een corner met kersenhout en dan staat er weer een cornertje met... Weet je, dat is niet mooi, want dat is verwarrend voor mensen. Maar dit is juist bevestigend voor mensen, omdat je laat zien dat het jouw winkel is. En dit is geen typische Mark Kane winkel. Dit is een winkel, een Mark Kane corner in het Van Dijk verhaal. Dit is de opgang naar mijn ouderlijk huis. Ik ben hier geboren, hierboven. Oh, wow. En dit was eigenlijk de duurste parkeerplaats ter wereld, want hier stond mijn vader met zijn auto. En papa is een jaar of 9 geleden gestorven. En eigenlijk als een soort eerbetoon aan papa hebben we die strootje meneer Van Dijk genoemd. En zoals je ziet, het is een gezelligheidspunt. Een winkel zijn is niet wat ik wil. En hoe zou je dit dan doen? Nou, alles behalve een winkel. Want een winkel is zo plat en mensen hebben daar geen behoefte aan. Want kleren kun je overal kopen. En dan ben je niet... Dan geef je geen echte meerwaarde aan de marge die je vraagt. Je moet de aandacht een beetje structureren. Aandacht voor want dit moet kijken hoe mooi dit is. Dat is gewoon een mooi, rustig puntje in de winkel. En dat heeft helemaal niks met kleren te maken. Maar het heeft wel iets met een retail heritage. Dit is eigenlijk een paskamer die we... Of een groep van paskamers, die hebben we gemaakt voor mensen die eigenlijk wat meer privacy willen. Ja. Dus hier kunnen mensen lekker een beetje even op hun een gemak. Zitten. Juist. Zo. Juist. Nou, ik zou er niet meer uitkomen hoor, als ik deze kamer tot mijn beschikking had. Hier zie je echt het. De magie van een mooi oud gebouw. Ja, het lijkt wel een beetje op een oude kerk. Oh, ja. Het is echt heel consumententempel, hè? Dit is het pakhuis. Ja. Dit hebben we zo genoemd ooit, omdat ik met de constructeur bezig was met deze ruimte. En het is heel hoog. Dus toen zei ik, weet je, we gaan hier de pakken neerhangen.
En die gaan we boven elkaar hangen. Ja, zegt hij, maar moet je dat nou wel doen? Want dan lijkt het wel een pakhuis. En zo is die naam eigenlijk ontstaan. Want dat is natuurlijk een schitterende naam voor een ruimte waar je oorspronkelijk pakken verkoopt. En hier, dit is een beetje een afgesloten ruimte. Dus hier durven we mooie, kostbare dingen te verkopen. Als je dat doet, moet je ook een beetje een ruimte hebben waar mensen zich een beetje op hun gemak voelen. Juist, zonder te veel passanten. En daar is deze ruimte fantastisch geschikt voor. Dit is een mooi barretje, dat heb ik in Parijs gevonden. Dat noemen ze, de Fransen noemen dat een zank. En dit is een beetje een rustpunt bij de mannenafdeling. Want dat hoort er gewoon bij. Je zet iemand neer, je geeft hem koffie, een drankje. Dat moet niks speciaals zijn, dat moet gewoon erbij horen. Want je bent een gast en ik ben blij dat je komt. Wij zijn allemaal blij dat je er bent, dus kom maar. Ja. Toen ik hier binnenkwam, ik wist gewoon niet waar ik moest kijken. Het is hier echt, je voelt gewoon dat de beleving hier op en top speelt. En de eerste vraag die dan in mij opkomt is, hoe doe jij dat? Nou, ik ben eigenlijk begonnen door er mijn eigen winkel van te maken. Dat is het. Het is niet zozeer dat ik bewust ben van, nou moet ik een belevingswereld creëren. Want het is nou ook zo'n modewoord geworden. Maar ik wil gewoon mijn eigen winkel maken. En die winkel, daar ben ik vaker dan dat ik thuis ben. Dus ik deed er altijd al mijn best voor om mooie dingen in die winkel neer te zetten. Nou, Hans. Dankjewel. Leuk dat je hier was. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Het was een eer om deze fantastische tour door Hans van Dijk te krijgen. Maar om heel eerlijk te zijn, had ik hem niet eens echt hoeven leren te kennen. Want als je alleen al door deze winkel loopt, zie je wie Hans van Dijk echt is. En daarmee heb ik eigenlijk meteen mijn grootste les geleerd. Want de sleutel tot succes is gewoon door jezelf te blijven.